whiskyvrienden, of eigenlijk moet ik zeggen whiskyliefhebbers. Ja, want als je dit luistert, dan heb je een QR-code gevonden. Dan heb je Barry Stok leren kennen. Dan heb je op de meest mooie website gekeken van Barry, waar dit soort pakketjes aangeboden worden. En vandaag een hele, hele speciale tasting. En ik denk dat dat ook een beetje de filosofie over whisky in het algemeen zou kunnen veranderen. Ik ben er de laatste tijd een beetje mee bezig. Whisky. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten whisky. Denk aan Ierse whisky, Amerikaanse whisky, Japanse whisky en tegenwoordig eigenlijk ieder land die de whisky maakt. Maar goed, als je teruggaat in de tijd en ja, een beetje gaat kijken, dan was het toch altijd dat iemand een glaasje scotch bestelde. Een Schotse gemengde blended whisky. En ja, daar is het groot mee geworden. En dat is wat de mensen mooi vinden. Ja, tegenwoordig krijg je de hele wildgroei in verschillende varianten, et cetera. Maar waar het mij om gaat, is dat we ja, bij Glenfiddich, want het is natuurlijk een beetje mijn merk, dat er daar iets heel erg moois gebeurd is. In eerste instantie was het inderdaad ook van we maken whisky en we gaan dat als een blend verkopen. Stiekem op de distillery kon je dat dan wel kopen. Maar eigenlijk in 1963, toen gebeurde het. En ja, daar hadden we dus de zogenaamde straight malt. Dat is een whisky, ja, wat ik vertel, hè, blended whisky. Dus een mengeling van verschillende destilleerderijen en verschillende stijlen van destilleren. Dat kwam bij elkaar. En dat was de blended whisky. Maar Alexander Grant Gordon, de man eigenlijk achter het familiebedrijf wat overgenomen was door zijn opa, ja, die zei van, weet je wat we gaan doen? We gaan whisky van alleen Glenfiddich in een flesje doen. Ja, en dan krijg je wat heel speciaals. Iedereen verklaarde hem voor gek. Maar uiteindelijk, ja, het werd een groot succes. En tegenwoordig, ik ben niet eens een gekkie met zo'n kast vol met whisky. De meeste mensen die vinden het allemaal mooi om wat meerdere whiskies te hebben. Nou, op een gegeven moment, en dat is wat jullie in het pakketje hebben, zijn ze begonnen, of ze, dat is dan wel vrij recent, hebben we een straight malt whisky op de markt gebracht. Dat was dus een replica van het origineel, wat ooit door, ja, toen de tijd de maltmeester, door Alexander Grant Gordon, dat die zei van, ik wil alleen Glenfiddich in de fles doen. Dit is daar een replica van, maar om even in de stemming te komen, jullie hebben dat buisje, althans, als het goed is. Zo niet, dan kun je het toch lezen. Een straight malt 1963, ook cask staat erop. Dat is trouwens het origineel. Er is ook een buisje en daar staat dus op dat het inspired by the original 1963 straight malt. Nou, je ziet dus dat ik daar niet om lieg. 40%. Slim, dat is het alcoholpercentage. Tuurlijk tegenwoordig cask strength whiskies, leuk. Maar goed, een maltmeester, ik denk dat die er iets meer verstand van heeft dan ik. Dus als hij zegt van, joh, 40%, that's the stuff, dan gaan we het doen. Nou, whisky. Ik zeg altijd, hoe mooier het glas, hoe meer beleving. Klein druppie erin. Hè? Tuurlijk, je hebt een heel buisje. Als je het erin wil gooien, doen. Ik heb dit eigenlijk dat ik denk van, nou, ik vind dat mooi. Om een beetje te nozen, te tasten. En ja, bam, meteen. Hè? Ik doe mijn neus in het glas. Ik ruik dat al. Wat kenmerkend was van die tijd, waren de sherry tonnen. Die kwamen toen de tijd voor weinig uit Jerez de la Frontera. Die vaten die waren in overvloed en dat was eigenlijk de primaire rijping van de whisky. En ja, in eerste instantie, weet je, frissige fruit, het pier eigenlijk, wat heel kenmerkend is voor Glenfiddich, dat herken je hier ook in. Maar je merkt daarna eigenlijk dat daar weer een ander aroma overheen gaat. En nogmaals, iedereen proeft de whisky op zijn eigen manier en heeft daar een eigen beleving bij. Ik warm dat glas ook zo op. Ik ken ook mensen die zeggen, dat moet je niet doen. Drup je water erbij. Tuurlijk, doe met die whisky wat je wil. Hè. Het is jouw whisky. En jij moet er uiteindelijk van genieten. Ga het niet drinken. Daar is veel te duur voor. Vooral deze whisky. Ja, ik geloof dat we toen voor 100 euro die replica van het 1963 te pakken kregen. Wat ik zeg, in de geur, hele mooie frisfruitige tonen. Wat het kenmerkende is van Glenfiddich. Deze rijping is voornamelijk geweest in gebruikte ex Oloroso sherry tonnen. En ja, dat ruik je ook een beetje. Kruidig fruit. En ik heb dan weer in de achtergrond dat ik een nootachtig aroma pak. Maar dat is allemaal persoonlijk. En laat je nou door mij niks wijs maken. Want jij kunt veel eten proeven dan ik. Als ik dan die geur eigenlijk ja, toch wel heel erg mooi gevonden heb. En dat ik zeg van nou, ik zou dit willen proeven. Klein slokje op de tong. Let op.
Even warm laten worden. Tinteling. Pepertje. Heel mooi pepertje. Breekt mijn palet open. Whisky blijft in mijn mond staan. Zakt onder mijn tong. Blijft dan liggen. Kruiden. Heel erg kruidig. Ik zat net een kopje thee te drinken met mijn dochter. Gember erin. Dat soort tonen. He, dat is dat pepertje wat heel langzaam overgaat naar iets super verleiders. Kun je uren aan drinken. En die gember, ja, toen misschien ben je het niet meer mee eens, vind ik eigenlijk ook op een bepaalde manier fruitig worden. Dit is gewoon een fantastisch glaasje whisky. Zeker als je zegt op een gegeven moment, ja, ik ga er even voor zitten. Ja, als je nou echt ervoor gaat zitten, het is een replica. Dit hebben ze nagemaakt, ik geloof 3-4 jaar geleden, van wat er origineel was in 1963. Ja, en ik dank Barry op mijn blote knieën, omdat er ook, zeg maar, buisjes zijn. Hè, en als het goed is, hebben jullie het pakketje. En daar staat het op, hè, dat die whisky, dat hele mooie karakter heeft. Ik raak in paniek, ik ben hem kwijt. Maar uiteindelijk vind ik hem hier volgens mij wel, ja hoor, de Straight Malt 1963 Oak Cask. 43%, iets hoger dan alcohol. Je ziet het, ik haal het dopje eraf, ik ga dit moment meemaken. Dit is ultiem genieten. Iets meer dan daarnet. Ik doe het dopje erop, want stel je voor dat hij weer dondert. Dat willen we niet hebben. Ik ruik al die eerste snuif van die whisky. Ik merk eigenlijk, hey, dat is niet zo aanwezig als die replica. Dit heeft even tijd nodig. Ik vind het gek. Whisky was in 1963, ik denk 8, 9, 10, misschien wel iets ouder. Verschillende vaten bij elkaar gebracht door Alexander Grant Gordon. En je ruikt hier, wow, dit gaat heel diep. Dit is de ouderwetse stijl van whisky. Althans, voor zover ik dat kan terughalen. Dit is een kenmerkende smaak. Wat je in die oude, lobbige whiskies ruikt. Een beetje de zolder, leerluchten. Ja, en toch, hè, herkenbaar fris fruit erin. Het is een Glenfiddich, hè. En die is toen de tijd in diezelfde keteltjes gedestilleerd. Dezelfde vorm, moet ik zeggen. Gerst misschien hetzelfde gebleven. Ik denk dat ze daar later wel eens veranderd in hebben. Hè. Kijk hier achter mij, de Magellan. Die vonden het Golden Promise uit. Ja, meer zetmeel in je gerstkorreltje wordt meer omgezet naar maltoses natuurlijk tijdens het moutproces. Ja, dan kun je meer geld verdienen. Dus ook bij Glenfiddich gaan ze niet dom en hebben ze gezegd, nou, we doen er wat speciaals mee. Dus we zullen in experimenten gaan werken met andere soorten gerst, dat er meer opbrengst is. Uiteindelijk wat je hier ruikt, wat je hier in die whisky hebt. Ja, dit is goddelijk, dit is uniek, dit is eigenlijk niet te omschrijven. Maar ja, ik moet toch wat zeggen, dus ik doe het wel. Rijp boomgaardsfruit. Ja, dat is weer wat breder. In principe indirect ook peer. Maar meer, zeg maar, als je er op een warme zomerdag doorheen wandelt. Die geuren naar je toe krijgt. Echt super, een mond vol fruit, om het zo maar te zeggen. Herkenbaar ook van andere distilleerderijen uit die buurt. Ik weet niet of het slim is om dat te noemen, maar Caperdonic. Als je dat ooit tegenkomt, er zijn een aantal onafhankelijke bottelingen nog beschikbaar. Heb ik wel eens gezien bij een hele goede vriend van mij in een kelder in Nijmegen. En daar, die Caperdonic, dat soort stijl, dat zit hier ook weer duidelijk herkenbaar in. Ik denk dat het toen de tijd ook gewoon gebruikelijk was om dat te hebben. Ja, dit verleidt echt om een slokje te nemen. Niet normaal. Die tinteling, dat pepertje, dat gember waar ik net zo mooi enthousiast over was bij die replica. Dat is hier niet zo. Oh mijn god, dat is ook absoluut niet op geen enkele manier te verklaren dat mensen zeggen, oh, dit heb te lang in de fles gezeten. Hier heb je kwaliteitsverlies. Bullshit. Dit is gewoon holy smoke. Dit is een whisky waarvan ik zeg, dankjewel Barry. Oh mijn god, ja, maar het is ook een loeiduur flesje, hè. Er zijn er nog heel weinig van. Dus het is een verzamelobject. Er zijn maar weinig mensen die dit zeg maar in hun glas kunnen krijgen. Want die flesjes die zijn zeer zeldzaam en uiteindelijk ook bijna niet te krijgen. Fantastisch. Het zit in mijn mond, het zit nog steeds in mijn mond, het blijft hangen. Dit is echt zo'n rammertje, het blijft op de tong liggen. Verleidelijke aroma's. Heel breed, kruiden komt ook naar voren, maar dat fruit dat blijft erin staan. Dit is echt een fantastische whisky, dus
eigenlijk einde filmpje klaar. Kunnen naar huis, kunnen dood. Het is fantastisch. Dit, als je dit gehad hebt, ja, super. Oh my god. Ja. Echt ouderwetse stijl. Zadel leren. Oude manege dat je een beetje voorstelt. De winter is voorbij, de zomer komt weer. Die paarden die gaan een beetje... Dat soort aroma's in zo'n paardenstal, dat je daar dat verse leer ruikt. Ja, in combinatie met dan die boomgaard waar je erheen op. Dat is heel multidimensionaal. Er is heel veel verschillende dingen gebeuren in een whisky. Ja, dat maakt een whisky ook veel, veel interessanter, vind ik, dan een willekeurig ander sappie. Hè? Ik bedoel, iedereen weet dat ik natuurlijk misschien ook wel eens een glaasje Sambuca drink. Dat is heel eendimensionaal. Zoete bek, anijs, alcohol, bam, klaar. Niet moeilijk, niet onhandig, dat is gewoon wat het is. Dit blijft alle kanten opgaan. Het volgende slokje wat ik ga nemen, zal weer een totaal andere beleving zijn. Niet meer die paardenstal, misschien totaal iets anders. Je weet het niet, maar dat is dus de beleving die bij whisky hoort. Een reis, waar geen bestemming van weet. Ah, dat mondgevoel. Geen peper, niks. Heel elegant, heel mooi. Misschien een beetje bitterly on the side of the tongue. Ik denk dat het een hoop mensen zal afstoten. Maar ik maak witlof, kook ik dan. In plakjes gesneden. Dan doe ik een beetje aan het einde van het proces een beetje boter bij. Een beetje azijn en van het paneermeel. Een hele mooie met een klein bittertje erin. Nou, dat bittere dingetje aan de zijkant van mijn tong. Dat zit hier heel mooi in. Heel elegant. Ik word hier heel vrolijk van. Vol mondgevoel. Olieachtig. Vet. Ja. Top whisky. Geniet hiervan. Neem je tijd ervoor. Zet het filmpje nu op stil. Ga net zo lang genieten tot je helemaal blij bent van deze whisky. Echt. En dan gaan we verder. Want ja, ik kan natuurlijk niet te veel informatie in zo'n filmpje gaan zetten. Maar we gaan verder met nog even een ander whiskytje. Wat zeg ik? Een ander whiskytje. Ik weet, op een van mijn fantastische reizen naar Schotland. Sterker nog, als ambassadeur van Glenfiddich. Met alle ambassadeurs van de hele wereld bij elkaar. Komen wij op een gegeven moment op een speciaal feestje. En er waren wat mensen die een flesje meegenomen hadden. Andy Fugreeve, de archivaris van Glenfiddich, komt naar mij toe met een flesje in zijn hand. Hij zegt, Tom, ik heb even wat. In het Schots, ik ga het niet nadoen. Fantastische man, dreadlocks. Je zou moeten zien, het is een topper. Hij zegt tegen mij, ik heb hier iets, jongen. Dat is lekker. En ja, dat zit natuurlijk ook bij jullie in dat setje, in die buisjes. Ik check hem even ter controle. Ja hoor, de Cask Strength, ook Cask 51%. Distillery Edition. Ik geloof dat ik hier ook ergens een distillery... Precies achter mij natuurlijk. Lekker handig. Maar dit is dus de Distillery Edition. Zeg maar die op een gegeven moment ook water kon kopen. Ik denk dat het de eerste opzet is. Dit was ook de voorloper van mijn favoriete van de 15. De Solera. Dat is... Ja, toen de tijd hadden we alleen maar 15 jaar oude Glenfiddich. Glaasje erbij. Ik zeg, pak gewoon zo'n lekker speedremglaas. Zo, deze is vies. Nou ja, goed. Ik weet dat die schoon is. Maar goed, dat is ook beleving. Klein beetje. 51% alcohol. Kan niet hebben. Als je hem ruikt. Naughty on the nose, hè. Dit is dat alcohol-tikkie wat je krijgt. 51% voor Glenfiddich. Best wel hoog. Hè? Normaal 43, 41... Nou, dit is 51%. Distillery idee, hè? Van een wat exclusieve product. Maar wat ruik ik nou? Er zit iets in, een bepaalde punch, dat ik zeg, ja, dit is weer interessant. Let op. Oh. Klein slokje, voor op de tong. Echt wat ruiger, hoor, denk ik. En daarna, ja, dit is uniek. Hoe krijg ik... hoe moet ik dit nou weer omschrijven? Invloeden Amerikaans eik. Dat krijg je bij deze whisky er heel duidelijk bij. Amerikaans eik. Het zoetje, hè, honing vanille. Maar nog enigszins bedeesd. Eikenhout. Niet vers. Maar ja, gewoon, je weet, dit is ook een whisky, denk ik, 80 jaren. Waardoor je weet dat op een gegeven moment, zeg maar, ja, die vaten die er bij de vorige whisky Europees waren, dat hier alweer een beetje Amerikaans gebruikt is. Goed gebrand van binnen. Hè? Nog steeds die cooperage die we bij Glenfiddich on site hebben. Wat je merkt hierin, ja, mooie tonen, verleidelijk. Nou, dit is gewoon een mooi glas whisky.
uit het verleden. Dus ook weer die oude stijl. Richting, ja, wat zal ik er nu eens van maken? De zolder van mijn opa. Weet je, nou, je merkt gewoon, als je dit proeft, het is geen flamboyante nieuwe botteling van Glenfiddich. Of van, noemen ze een naam. We hebben een week een lancering gehad van de Cask & Character. Van de nieuwe whisky van Kelsey McKechnie. Totaal niet te vergelijken met dit, by the way. Maar goed, wel een nieuwe whisky. En dan merk je, zeg maar, dat zo'n whisky eigenlijk een beetje meer spanning heeft. Dit is heel lobbig, dit is heel mooi, dit is heel relaxed. En ik denk ook, als ik die Distillery Edition er weer bij pak, als ik hier een glaasje van in zou schenken, ernaast zou zetten, dat dat ook een beetje oud staat. Dus ook niet meer te veel gemaakt. Tegenwoordig dan wel te kopen op de luchthaven. Dus mocht je tegenkomen, interessant glaasje whisky. Ja, toch wel weer maar dat pepertje weer op de tong, maar ik denk dat dat de alcohol is. Fruit ook nog wel erin, peertje, maar iets meer in de achtergrond. En er zit een bepaalde bite in. Ik kan het niet adresseren nog wat het is, maar ik denk dat dat wel iets is uit het eikenhout. Eugenol, tonen van een bepaald kruid, wat jullie vast en zeker beter weten te herkennen dan ik. Mooi glaasje whisky. Geniet ervan. Zet je filmpje op stop. Hè? Ga de volle honden whisky uitleggen aan jullie. Een knallertje. Ik pak vast een glas. Ik zeg, neem even je moment. Geniet van die hele speciale, ja, 15 jaar oude whisky. Die dus in die speciale vaten op dat hogere alcoholpercentage zijn gekomen. En we zijn weer terug. Nieuw glaasje. Leeg glaasje. De Distillery Edition die ik hier heb staan, die zet ik weer terug. Want we gaan nu iets anders doen. En ik kan je vertellen, ik heb hier toevallig een oud voorbeeld staan. Ook van een Speyside bottling. En ja, ieder jaar, ik weet niet of jullie dat weten, ieder jaar is er in Schotland een, ja, soort whiskyfeest. Distilleries zetten de deuren open en die zeggen, nou, wij gaan iets leuks doen voor jullie. Jullie mogen bij de distillery langs. En uiteraard, als je langskomt, mag je altijd wat proeven. En speciaal voor de Speyside Festival worden er heel veel bottelingen gemaakt. Nou, let op. Buddy, die heeft zo'n, ja, iets weten te regelen. Super uniek. Een whisky die officieel heet de Spirit of Speyside 2023. Een non-sherry European oak butt. 61% alcohol. Cask 35-45 en 190 flesjes. Nou, dat is een codering. Dit wordt een godsvermogen waard. Als je dit hebt, in fles gesloten, dan kun je die gaan verkopen over 2-3 jaar. En er zijn heel veel mensen die dat willen hebben. Maar dat gaan we niet doen. Want Barry, mijn held, die zegt gewoon, ik trek dat even open en ik ga hier speciale dingen mee doen. Nou, ik maak het flesje open en ik moet zeggen, ik was een paar weken geleden terug in IJsland of all places, met de Glenfiddich ambassadeurs. En Stroen, onze global ambassador, ja, die doet het gewoon, die kwam dus ook met zo'n flesje aan. En die zei, jongens, ik heb wat voor jullie, echt ongelooflijk. En schenk hem even in je glas en hou je hart vast, want wat je ziet, het is unbelievable. Het is een hele rare, niet rode kleur, maar een beetje, ja, okergeelachtig. Ja, en toch een tint van rood erin. Maar anders, hoe komt dat? Nou, ik zei het net tussendoor, non-sherry European oak. Oftewel, een Europees eikenhouten vat, gemaakt voor de sherry-industrie, maar daar niet gebruikt. Oftewel, vers American oak, of een European oak. En ja, dat zou je virgin oak kunnen noemen. Dat betekent ook, als je hier, nou, het hoeft niet eens zo te doen, het komt eigenlijk al op je af. Een hele intense, mooie toon van dat eikenhout. Uniek. Er was vroeger een andere whisky. Helaas staat hij niet meer in mijn kast. Te lekker. Op maltstok gebruikt trouwens. Een van die mooie festivals. De 14 jaar oude Rich Oak. Een whisky die dan 14 jaar een finish heeft in Amerikaans eik en Europees eik. Nooit gebruikt. En dan krijg je dus die finish met een hele mooie smaak erin. Niet ieder geschikt vat is daar geschikt voor. En dit is gewoon een, ja, een lot uit de loterij. Brian Kinsman, onze maltmeester. Ja, ik denk miljoen vaten waar hij uit kan kiezen. 48 warehouses. Als je hem vraagt, joh, Brian, doe even wat speciaals. Nou, dan kun je echt je borst nat maken. Dan komt er wat speciaals. Die man die kan dus echt kiezen.
Niks te nadelen van onafhankelijke bottelingen. Maar meestal komt dat bij brokers vandaan. En dan wordt daar een aantal mensen die krijgen dan zo'n vat aangeboden. Nou, uiteindelijk als er een vat beschikbaar is. Ja, hoe briljant is dat dan? Hoe erg is dat het DNA van de distillery? Ik wil het niet weten. Ik weet dat dit dus de keuze is van Brian Kinsman uit een miljoen vaten Glenfiddich. Dus dat is heel specifiek dat hij zeg maar het kenmerk van de distillery... ja, aan ons wil meegeven. En dit is virgin ook. Dit is nieuw eikenhout. En ja, dan kun je niet een whisky nemen van 30, 40, 50 jaar oud. Dus het betekent waarschijnlijk, en de details, hè, die googelen we nog even op, die zet ik er even tussendoor. Ik denk de details dat dit 12 jaar oud is. Max. Want anders, als je dit ouder zou maken, dan zou je echt één bek vol met stopverf hebben. Dat is, ja, het kan lekker zijn. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar too much. En als je hier aan ruikt, ja, mooi. Als je normaal aan een whisky ruikt van 61%, nou, dan kan ik je één ding vertellen. Dan gaan je neusharen trillen, dan gaat de hele binnenvoering hier een bepaald eigen leven, een eigen ja, beweging vormen. Nou, bij deze whisky is dat niet zo. Hoe komt dat? Ja, inferieure vatkeuze. Die Brian, ja, die heeft gewoon daar een neusje voor en die weet precies wat hij probeert. En dit is dan een lucky find. En dan zegt hij, oké, dit gaan we dan doen. Trouwens, ik zie al mensen, ik zal geen namen noemen, maar bijvoorbeeld een Dennis Fijndraad of echt van die Glenfiddich specialisten, die gaan dan zeggen, ja maar Tony, wat nou, 190 liter of 190 flessen. Als je een sherry butt neemt, nou dan praten we meestal over 400, 500 liter. Dan zou die outturn toch wel groter kunnen zijn. Ja. Maar ik weet het ook niet, hè? Ik weet ook niet alles. En ik was er niet bij dat Brian zei van we doen sommige vaten die lekker. Sommige vaten, daar heb je veel meer angel share. Ik heb het meegemaakt dat ik als een vat 7 jaar oud er tegenaan schopte. Zet dan zo'n laagje whisky in. Vat daarna, zelfde vat, zelfde dag gebotteld. Schop je er tegenaan, tot het randje vol. Dat is gewoon de beleving die bij whisky zit. En dat gaat zo diep. En dan kun je zo erg verdiepen in een enkele speciale distillery. En in dit geval Glenfiddich. Dat je daar wel echt een ultieme beleving bij krijgt. Je zag het net, hè? Ik lag hem op mijn hand. En misschien iets te lang. Of ik weet het niet hoe deze whisky is ontwikkeld. Maar een hele mooie, warme deken van honingen en vanilles. Ik weet niet hoe je dat in het meervoud zegt. Maar dat je echt denkt van wam, dat komt op je af. En dat is lekker. Dat is een snoepwinkeltje waar je eigenlijk mee ingaat. En al die verfijne geuren. Vroeger de Jamin in de Dapperstraat, daar rook het zoals dit wat je hier naar je glas ruikt. Het is zoet, hè, maar ja, ik kan dat niet zeggen. Maar ook die fruitige tonen er weer erin. Dus heftig. 61% alcohol. Ik probeer hem dus niet onder mijn tong te krijgen. Door dat hoge alcohol met een taal onder de mouthfeel. Hè, dat ik net zei, oh, hij glijdt onder je tong. Dit blijft echt bovenop liggen. Dat gaat heel lobbig naar beneden. Nou komt hij. Ja, mijn mond staat vol van deze whisky. Dit gaat ook gewoon weer terug in het buisje. Ik ga dit niet allemaal opdrinken. Hier moet je echt van genieten. Eén slokkie. En ik weet zeker. Ja, dit blijft minimaal nog wel even hangen. En ja, dat is genieten. En dat we dit soort whiskies nog kunnen proeven. Ja, ik word daar heel vrolijk van. En ja, ik kan maar één ding zeggen. Geniet ervan. En neem alsjeblieft je tijd voor dit soort whiskies. Ik ben Tony. Tony de whiskyliefhebber.nl. Je kan op mijn website kijken voor nog meer filmpjes, informatie over whisky. Barry, dat is natuurlijk de legend die dit geregeld voor ons heeft. Maar de grootste legends zijn jullie zelf natuurlijk. De mannen, de vrouwen die achter de Glenfiddich zitten. En ja, daar heel veel van genieten. En ja, dat zijn jullie natuurlijk. En misschien ook nog wel dankjewel voor die mensen die in Schotland dat product maken. Hey, top dat je gekeken hebt. Like en subscribe, hè.